Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreek ik de eerste hints en aanwijzingen uit aflevering 5. We bespreken onder andere de beste molpositie in opdracht 1, een goede anti-molactie na Daniel en Ranomi, en deze actie verraadt de mol. Laten we beginnen met de beste molpositie in opdracht 1. Daniel verdeelt als eerste de duo's. Ik denk dat je hier dus in deze opdracht ook het beste in de schoenen van Anke, Daniel, Jurre of Ranomi kan staan. Als je als mol Soy of Nabil bent, dan heb je namelijk geen invloed op de eerste opdracht. Kan je er niet extra geld uit laten gaan of extra geld erin laten gaan. Daarnaast geeft Daniel zelf aan dat je als mol het liefst in de kerk staat. Leek ook erg op een molbiecht trouwens. We luisteren er nu even naar. Ik wil graag de verdeling doen. Ik denk dat je daarmee ook de meeste invloed weer op het spel kan hebben. En dat dat ook de plek is waar de mol zou willen zitten. Hierin hoor je dat hij dat zegt en dat is daarin best wel verdacht. Nog iets over Daniel. Hij zegt namelijk dat een man de artist is. Terwijl Jurre aangaf dat de schilderartist juist een grote beer van een man was. Dus hij zorgt ervoor dat die man eigenlijk op een verkeerde positie terechtkomt. Terwijl ik deze actie van Jurre juist best wel minder verdacht vond. Aangezien hij het juist goed aangaf, goed duidelijk aangaf. En Daniel zorgde er eigenlijk voor dat het niet helemaal goed overkwam. En dat de artist op de verkeerde plek kwam te zitten. Ook valt het weer op dat bij Daniel de portofoon uitgaat. Net zoals in de vorige aflevering met het doolhof. En Daniel is door deze opdracht voor mij wel weer iets verdachter geworden. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. Verder een verwijzing naar Jurre in deze opdracht. De afleveringstitel was Portretten en de man die Jurre aanspreekt is natuurlijk schilder. En een schilder maakt portretten. En daarnaast ook nog een goeie die gevonden is. Jurre en Anke portretten de mensen die ze tegenkomen voor aan Daniel en Ranomi. En dat is best wel, vind ik, een iets sterkere hint naar de afleveringstitel. Dan aan het einde van de opdracht wil Jurre nog praten over het beheren van het geld als penningmeester. De mol wil natuurlijk heel graag de penningmeester worden en bezit hebben over het geld. Zodat hij er nog lekker wat briefjes uit kan halen eventueel. Want ze weten toch niet wat er uiteindelijk nog in de pot zit. Totdat Anke uiteindelijk in de aflevering begint over het geld uitzoeken. Tot slot nog een anti-molactie naar Daniel en Ranomi. En deze is best wel goed. Ze schrijven namelijk naast de stoelen op de plattegrond kenmerken van de personages op. Als de mol hier zou staan, zou die dat zeker niet doen. Want je wil als mol juist zo min mogelijk weten over de personages die binnenlopen. Dus dit is meteen voor mij weer ook weer een goede anti-mol actie. Waardoor ineens Daniel en Ranomi het dus ook niet zijn. Abonneer zeker om op de hoogte te blijven van alle nieuwe Wie is de Mol hints en theorieën video's. Dan opdracht 2. De gastheer heette natuurlijk ook Daniel. Het is een goed portret van Daniel zelf. Kan slaan op de afleveringstitel Portretten. En over portretten gesproken. Ik vind zelf de stem van Katie erg lijken op die van Ranomi. En dat is iets om even in ons achterhoofd te houden. Ranomi doet in deze opdracht nog een anti-mol actie in opdracht 2. Zij ziet namelijk als eerste het licht knipperen in de bank. En daarnaast kon ze niet meedoen aan de kistendiscussie. Dus het lijkt mij na deze opdracht niet dat Ranomi het is. Eigenlijk na deze hele aflevering is Ranomi het gewoon niet. Ze zit niet op de goede molposities. En ze doet best wel wat anti-mol acties wat een mol niet zou doen. Dus Ranomi heb ik eigenlijk volledig uit de kaart gewist. In deze opdracht gebeurt er weer iets geks met de portofoon. En wie had deze dit keer? Dat was Jurre. Het kan dus zo zijn dat hij in opdracht 1 ook degene was die de porto uitgezet. Want in opdracht 1 hadden Jurre, Anke en Daniel alle drie een portofoon. Dus dan moet één van die drie dat wel hebben gedaan. En als we dan kijken naar opdracht 1 en de anti-mol actie erbij halen van het opschrijven van de personages. Dan valt voor mij Daniel al af. Dan heb je nog Anke. Anke is vrij fanatiek. Verdeelt ook de kisten in de vorige aflevering aan het einde. De koffertjes bedoel ik. Is voor de rest totaal niet verdacht. Persoonlijk vind ik dat. En ik hoop dat ik dat ook kan overbrengen naar jullie achter deze telefoon. Als je in de Anke-tunnel zit. Is voor mij geen goede optie. Wel blijf ik natuurlijk behandelen naar Anke. Want ze zou het aan de ene kant ook nog best wel goed kunnen zijn. Maar dan blijft er dus nog maar één persoon over met de drie portofoons en dat is Jurre. Wat er dan gebeurd is in de vorige aflevering met het doolhof met de portofoon uitzetten, dat weet ik niet. Dat moet dan of een foutje zijn geweest van de productie, kan ook. Maar dan zouden ze dat misschien wel hebben gemeld. En dan denk ik toch weer aan Daniel.
Dus het is een beetje heen en weer switchen. Maar gewoon na deze aflevering lijkt het mij toch meer Jurre worden. Daarbij is het ook nog eens opvallend dat in deze aflevering veel te maken heeft met het geloof en de kerk. En dat kan natuurlijk op de passion slaan waar Soy in heeft gespeeld. En dat is al een paar afleveringen lang, komt de kerk best wel vaak in beeld. Ook is het badeentje weer gevonden. Het badeentje had Jurre namelijk op zijn shirt staan. Letterlijk op zijn shirt staan. Dus deze hint wordt steeds meer richting Jurre. Dan nog even een zenuwachtige vibe bij Daniel. Kijkend naar zijn been bij de kistjes, als ze bezig zijn met de kistjesopdracht. Dan zien we dat hij heel erg hiermee wiebelt. Het kan natuurlijk een zenuwtrekje zijn van, goh, ik ben de mol en ik moet zo meteen iets gaan doen wat ik eigenlijk niet wil. Maar uiteindelijk kiest hij toch voor geld. Maar daarover nu meer. Het valt namelijk op dat Rick in zijn presentatorstukje zegt dat het een optimistisch scenario is dat er uiteindelijk 14.000 euro wordt verdiend door het geld verdubbelen. Hierbij benoemt hij Daniel of Anke. Daniel heeft natuurlijk in deze opdracht geld voor geld gekozen. Er kwam 2500 euro door hem in de pot. Jurre heeft uiteindelijk voor een joker gekozen en dus niet voor het geld. Dat viel mij heel erg op. En Anke heeft ook voor een joker gekozen. En wat leid ik hier dan weer uit? Nou, ik denk dat ze je bij deze opdracht, dat dit een ideale mol-situatie is. Als mol ga je in deze opdracht namelijk geen geld verdienen. Je weet, de pot is al heel hoog. Waarom zou je dan als mol nog 2500 euro gaan verdienen? Dat zou je niet doen. Tenminste, als ik daar had gezeten, had ik niet voor geld gekozen als mol zijnde. Puur omdat ik weet dat kandidaten ook gewoon voor een joker zouden kiezen. Dus dan maak je jezelf weer minder verdacht. En daarbij op terugkomend, Jurre en Soy hadden gepraat over de joker en zo. En daarbij zei Jurre al vrij snel van, goh, ik wil toch echt voor een joker kiezen. En daarmee behandelt hij zichzelf toch alweer als, ik ben onschuldig. Want de kijker heeft als eerst gezien dat Jurre zegt, ik ga toch liever voor de joker. En uiteindelijk kiest hij ook voor de joker. Dus dan komt het meer over op de kijkers. Waardoor je zou kunnen denken, ah, Jurre is geen mol. En de enige die dus geld verdient is Daniel met 2500 euro in de pot. En dat vind ik dus een hele goede anti-mol actie naar Daniel. Deze aflevering heeft mij heel veel anti-mol-acties naar Daniel laten zien. En dat is niet goed. Ja, nou ja, of het is wel goed. Maar in ieder geval, Jurre is mijn mol. Wat een verhaal weer. Nou ja, goed. Bedankt in ieder geval voor het kijken en luisteren naar deze video. Ik heb veel gezegd. Naar mijn eigen mening. Vooral het laatste stukje. Ik zal vrij snel ook met een video komen waarin ik helemaal uitleg van aflevering 1 tot en met aflevering 5. Dat Jurre de mol is. En dat doe ik aan de hand van afleveringstitels, gezichtsuitdrukkingen, posities als mol zijnde, follow the money natuurlijk niet vergeten. Ja, en hints van jullie, van iedereen in de wereld, in Nederland dan. Abonneer dus ook zeker om op de hoogte te blijven van dit soort video's en andere soorten video's. En dan zie ik jullie zeker de volgende keer weer. Laters!